Op wat voor manier past sport binnen de strategie van DSM? Ja, je moet er op twee manieren tegenaan kijken. Sport is een manier om te laten zien wat wij kunnen met onze verschillende innovaties, materialen, voeding enzovoort. En twee, natuurlijk de vergelijking tussen sport en topprestaties leveren en je bedrijf is natuurlijk ook heel erg evident en duidelijk. En dat stimuleert onze eigen mensen om daar een bijdrage te leveren. Dus het motiveert intern ook enorm. Ja, ik kan het aan u zien. U ziet er bijzonder gelukkig uit. U bent zelf ook een goed zeiler, hebben begrepen. Geen goed zeiler, maar ik heb vroeger toevallig ook in een 470, naast de 16 kwadratum, ook in een 470 gezeild. En ik vind het ontzettend leuk dat de 470 zeilers hebben aangedurfd om te zoeken naar nieuwe innovaties, om die laatste paar procent eruit te halen. En om te zorgen dat ze weer een medaille gaan winnen in Beijing. We hebben gekeken wat de huidige situatie was van de vier typen 470 boten in de wereld. En daarbij hebben we gezien dat wij een mogelijkheid hebben om de constructie van de romp te verbeteren. En dan met name de stijfheid van de constructie te verhogen. En deze verhoging van de stijfheid die geeft betere vaareigenschappen, omdat de boot minder energie absorbeert door de golven. En daardoor sneller blijft en beter op koers blijft. Het materiaal blijft ontwikkelen en we wilden voorlopen op onze concurrenten. En daarom zijn we met DSM om de tafel gaan zitten en die wilden ons graag helpen. En waarom denk je dat deze boot het verschil gaat maken straks in Peking? Hij is getest in de condities in China, in een wind- en sleeptank. En uit die testen kwam dat dit de beste constructie is. En dan moet het altijd in de praktijk nog maar blijken. Maar we hebben er nu al best wel veel in gevaren. En we zijn toch tot besluit gekomen om deze boot te kiezen. Schat jullie kans eens in op Olympisch succes? Nou, alle beesten helpen. En dit is een hele grote bijdrage. Maar we weten wat het is om te winnen. Het belangrijkste is dat we die rust kunnen houden. En dat we ook in China er mentaal klaar voor zijn. Ik denk dat een hele grote factor is. En daar gaan we voor zorgen. En dan hebben we kans op eremetaal, zeker.